Het benadrukken van de structuur en het gebruiken van die correcte begrippen kan zeker aan bod komen wanneer kleuters zelf een patroon gaan maken. Je kan dan hen ook eerst vragen om na te denken van oké, we gaan nu een herhalend patroon maken, wat wordt jouw eenheid? En dat kleuters echt moeten nadenken van oké, dit wordt mijn eenheid, die ga ik nu herhalen en zo maak ik een patroon. Kleuters kunnen ook in hun omgeving op zoek gaan naar patronen. Waarschijnlijk zijn er bij jou in de klas ook al wel patronen aanwezig in vlaggetjes aan de muur. Je kan dan altijd gaan vragen van oké, jij zegt dat dit een patroon is. Is dat wel zo? Is daar een eenheid? Wat is die eenheid en hoe herhaalt die zich? Een andere activiteit die vaak momenteel al aan bod komt in de kleuterklas zijn het opvullen of het verder zetten van patronen, waarbij er een elementje is weggenomen uit een patroon en de kleuters moeten aangeven welk element dat is. Of wanneer er een patroon getoond wordt en de kleuters moeten dat dan verder zetten. Op zich zijn dat zeker leuke activiteiten, maar we kunnen daar nog iets meer gaan uithalen door eigenlijk al stapjes verder te gaan denken. Bijvoorbeeld, we verstoppen verschillende elementen van het patroon en dan vragen we iets aan kleuters is niet om het volgende element, maar om het element 3 of 4 stapjes verder te gaan zoeken. Zo moeten ze eigenlijk al verder gaan nadenken dan wat ze louter kunnen zien. Je kan ook bijvoorbeeld een patroon maken met 2 rode blokken, een blauwe blok, 2 rode blokken, een blauwe blok. En dan kan je zeggen van oké, we gaan dat nu eens heel wat verder maken, heel lang de hele klas rond. Heb ik dan meer rode of meer blauwe blokjes nodig? En op dat moment zijn kleuters eigenlijk al bezig met abstract redeneren, met generaliseren, met heel complexe zaken eigenlijk op een heel eenvoudige en behapbare manier. Een belangrijk element van de proeftuin was ook om aan kleuters aan te leren om patronen te gaan benoemen met letters. Dat was geen eenvoudige opdracht, maar eigenlijk is dat vrij goed gelukt bij alle kleuters, zowel de sterker als de zwakkere, ook al hadden zij daar natuurlijk iets meer tijd voor nodig. De reden waarom dat we dat gedaan hebben is eigenlijk omdat we kleuters wouden leren om abstractie te maken van een patroon, zodat ze eigenlijk konden inzien dat een patroon met een geel blokje, een blauw blokje, geel blokje, blauw blokje, eigenlijk hetzelfde onderliggende patroon heeft als rood blokje, groen blokje, rood blokje, groen blokje, want het zijn allebei AB-patronen. En om dat bespreekbaar en expliciet te maken, zijn we daar letters aan gaan geven. Dat was eigenlijk de eerste stap, dat we heel expliciet zeiden van oké, dit is een patroon met een elementje en een ander elementje, dus dit is een AB-patroon. In een volgende stap zijn we dan kleuters gaan leren om patronen te sorteren. Alle AB-patronen samen, alle AAB-patronen samen. En in nog een volgende stap zijn we kleuters dan gaan leren om aan de hand van een machine, waar een patroon werd ingestopt, maar waar andere figuurtjes dan in kwamen, om eenzelfde patroon te maken, maar met andere elementen. Dus bijvoorbeeld, daar ging in die machine een patroon met een sterretje en een hartje, maar in de machine zelf zaten enkel driehoekjes en vierkantjes, dus kwam er dan driehoekje, vierkantje uit die machine. En dat is eigenlijk een heel abstract idee voor kleuters, maar dat is hen toch ook wel goed gelukt. Een deel van het materiaal van de proeftuin zal ook beschikbaar gesteld worden op klassement. Meer specifiek gaan we daar de handleiding op zetten met ook de lesfiches en het concreet materiaal van de eerste 3 weken van de proeftuin over herhalende patronen. In die handleiding vind je allerlei achtergrond over waarom zou je patronen gebruiken in de kleuterklas en wat zijn daar die belangrijke principes die ik eerder al heb uitgelegd. En dan zijn er de concrete lesfiches voor de 3 weken waarin telkens wordt uitgelegd de stappen eigenlijk die je moet doorlopen. In de eerste week gaat het daar eigenlijk echt over een introductie van wat zijn herhalende patronen, wat is die eenheid. In een tweede week leren de kinderen dan zelf patronen maken, startende van die eenheid. En in week 3 komt er daar een monster tevoorschijn die patronen door elkaar gaat schudden, waardoor er zowel patronen zijn als ook rijtjes die helemaal geen patroon vormen. En kleuters moeten dan leren het onderscheid maken tussen die patronen en de rijtjes. En ze krijgen hierbij de hulp van een mascotte, dat is Toonpatroon of Toontjepatroontje, die hen telkens helpt en bijstaat om te leren over patronen.